Ik kan toch niet laten om nog eventjes de geneugde van het watvaren met u te delen aan boord van Echter 22 Tootsiebella. We zijn net vastgelopen. Het was eigenlijk al een beetje berekend. Daarom hadden we niet al te veel zeil gezet. Tootsiebella ligt nog steeds vast, want de vloed is er al in aan het lopen. Maar dat gaat ook niet zo hard hier richting we hebben het anker erin gelegd en ondertussen kunnen we genieten van deze prachtige onderlopende platen. Ik weet niet of daar veel van te zien is. Zoals we horen, het zalig oog van het water. Het is ook zo lekker als je dan ligt te slapen. En je hoort dit. De achtergrond. Nou, is er even een rustige pen maken naar de horizon. Voor een 360 graden opname van de vlakte van Oosterbierum aan boord van Drifter 2. Dat doet wel op deze zonnige dag. 28 augustus. Een beetje weinig water, vandaar dat we dit nu meemaken. We zijn vastgelopen eigenlijk in het geultje bij de K30. We hebben het anker ervoor gelegd en Tootsiebella draait nu langzaam op haar anker met de stroom mee. We hebben tijd om onszelf. We zullen toch moeten wachten tot we deze droogte genomen hebben. En alle tijd. Ongeveer een uur of kwart over 10. Nou, perfect. 2 uur voor hoogwater. Meestal staat hij dan aanmerkelijk meer, maar vandaag niet. Het is waarschijnlijk te maken met een paar dagen vrij harde oostenwind, 5 tot 6, waar wij volop van genoten hebben. Dit was heel even aan boord van Drifter 22 Tootsiebella, de vlakte van Oosterbierum in Friesland. Drifter 22 Tootsiebella. Stop.